Bedankt voor je bestelling op schroefwaardering.nl. We helpen je graag op gang bij het monteren van de schroefwaarderingen. Wat heb je allemaal nodig? Jouw nieuwe schroefwaarderingen? Een grondboor? Maatvoering? Een rolmaat, meetband of touw is prima? Een waterpas of laser? Als eerste bepaal en markeer je de posities van de schroefwaarderingen. Vervolgens maak je met een kleine grondboor een lichte opening in de grond. Boor niet te diep. Dit kan het draagvermogen negatief beïnvloeden. Je draait de schroefwaardering het beste in door na het voorboren wat los zand terug te gooien in het voorgeboorde gat. Hierdoor ontstaat goede grip. Tijdens het indraaien controleer je meerdere keren de loodrechtheid van de schroefwaardering. Je kunt hier het beste een driehoekswaterpas voor gebruiken. Draai de funderingen tot de gewenste hoogte. De schroeffunderingen zijn optimaal belastbaar wanneer je deze met de flensplaat tot op het maaiveld monteert. Na de montage kun je, indien nodig, beginnen met het bevestigen van de accessoires en stelsets. We hopen jou met deze video te hebben geholpen met het gebruik van de schroeffundering. Wist je dat de schroeffundering voor allerlei projecten gebruikt kan worden? Heb je nog andere vragen? Onze adviseurs helpen je graag verder. Succes met jouw schroeffundering!